Welkom, beste gasten. We hebben lang gezocht naar een geschikte locatie om onze droom in te verwezen. En u ziet, we zijn hier in Tenze en zijn erg trots om u te mogen verwelkomen in onze wereldkeuken. Wij zijn vereerd dat de burgemeester als eergast aanwezig is en een korte toespraak wil houden. Daarna gaan we allen samen naar buiten om links door te knippen. Eerst graag het woord aan burgemeester. Dank u. Ik moet om te beginnen toegeven dat het Nederlands van mevrouw beter is dan mijn Chinees. Ik zie mij dan ook verplicht van in het Nederlands te spreken. Dames en heren, goede vrienden van Temse en omgeving, wij beleven hier opnieuw een historische dag op deze historische gronden, want wij bevinden ons hier uiteindelijk op de historische gronden van de Boelwerf. Hier is sinds het faillissement in 1994 al zeer veel gebeurd. Wij hebben hier een woonzone waar 900 woongelegenheden in aanbouw zijn. Ze zijn er nog niet allemaal, maar ze zijn op komst. Hier is ook een industriezone waar 60 bedrijven gevestigd zijn die meer dan 1000 mensen te werk stellen. En wij als gemeentebestuur, wij pleisteren hier ook in het voormalige administratief centrum van de Boelwerf in het huidige administratief centrum van de gemeente. Met andere woorden, er is veel water door de Schelde gevloeid. Onze gemeente is een multiculturele gemeente. Er zijn 29.250 mensen die hier wonen en daarvan zijn er 90 verschillende nationaliteiten. Ik ga dat eventjes herhalen. Er zijn 90 non-land verschillende nationaliteiten. Hier zijn ook Chinezen. Wij hebben hier in Temse 37 officieel ingeschreven Chinezen. Daarvan zijn er 22 die de Belgische nationaliteit hebben en zijn er 22 die de Chinese nationaliteit hebben en 15 met de Belgische nationaliteit. En de jongste jaren is hier inderdaad een penetratie van Chinezen. Hier is een kleine invasie, want vandaag openen wij hier eigenlijk het zesde Oosterse restaurant. Het zesde Oosterse restaurant, ik mag wel beklemtonen dat die over het algemeen allemaal een uitstekende reputatie hebben. Ik heb de huidige zaakvoerders onlangs leren kennen. Ik heb met hen uitvoerige gesprekken gehad. En ik moet zeggen, zij hebben alle troeven om van deze ruimte een oase te maken waar het goed is om verblijven en te eten. Het is hier zeer ruim. Er is ruime gratis parkeergelegenheid. De ligging op het snijpunt van een industrie en een woonzone is natuurlijk zeer goed. En ook de bereikbaarheid in het algemeen. Als wij daar bovendien de ervaring bij tekenen die deze mensen hebben in de sector van het culinaire, dan weten wij dat de optelsom en de wisselwerking van al die elementen zal leiden tot een groot succes. Als burgemeester van Temse en in aanwezigheid van heel wat prominente mensen uit de gemeente, van het Schepencollege, van de gemeenteraad, van Toerisme Temse en aanverwanten, in aanwezigheid van en allen, feliciteer ik u oprecht en van harte. Wij vinden deze zaak niet alleen een uitbreiding, wij vinden het een verrijking van het aanbod van onze gemeente. In naam van allen, feliciteer ik u en wens ik u het allerbeste leeuw voor de toekomst. Gevoerd. Het is geen echte leeuw, om u gerust te stellen, maar het is een Chinees gebruik, want de leeuw is het symbool van het verjagen van de boze geesten en het kwade. Mag ik u vragen, in naam van de zaakvoerders, van ons te volgen om het lint door te knippen en om een leeuwendans bij te wonen. Ik heb een boek van de. Ik
Thank you.